Dat je weer kijkt naar Fem en ik ga het vandaag met jullie hebben over vaseline en 10 manieren hoe je vaseline kan gebruiken. Want dit spulletje hebben we allemaal wel in huis, maar wist je dat je het eigenlijk voor best wel veel dingen kan gebruiken? Haartjes als lippenbalsem en deze ken je waarschijnlijk allemaal wel, dus je gewoon op je lip smeert als je lippen wat droger zijn. En je weet dat je het als lipbalsem kan gebruiken, maar ook een beetje als lipgloss. Het is een heel bekend trucje, misschien ken je het al. Wat je doet, je pakt een oogschaduw of een blush, whatever, een pigment in ieder geval, en die mix je een beetje met vaseline. En daardoor krijg je vaseline een kleurtje en kan je het op je lippen doen. Dat kan je doen met blush. En juist door te mixen met een kleurtje, bijvoorbeeld oogschaduw, of lichtroze oogschaduw, kun je cream blush maken. Dus dan doe je eigenlijk gewoon je vaseline als soort blush. En klinkt misschien heel erg raar, maar lipgloss kan je eigenlijk ook als blush gebruiken. Wat ook een goede tip is, is om een beetje vaseline op je huid te smeren voor bij je nek. En vervolgens spuit je daar je parfum. En dan blijft je parfum beter zitten. En dat klinkt misschien heel erg raar, maar het is gewoon zo'n parfum die blijft beter zitten bij een vette huid. En door je vaseline op je huid te smeren, wordt je huid natuurlijk vetter en blijft het beter zitten. Nu we het toch een beetje over onze huid hebben, vette huid en zo, body lotion, daarvoor kan je vaseline ook gebruiken. Is je body lotion bijna op, maar wil je toch nog iets meer die... wil je toch nog heel graag opdoen, zeg maar, want je vindt de geur zo lekker, maar gewoon de hoeveelheid body lotion is bijna op. Kan je een beetje mee met vaseline en vervolgens opdoen. Nou, ik moet eerlijk toegeven, het is niet de allerlekkerste body lotion op dat moment, maar als je echt niks anders hebt en je hebt het echt nodig, kan je dat altijd gebruiken. Vaseline gebruiken op droge plekjes zoals bij je ellebogen of op je knieën, werkt ook heel erg goed. En niet alleen droge plekjes zoals bij je ellebogen en knieën, doe ook een beetje vaseline op je, bij je hielen, zeg maar, bij je voeten. Kan je gewoon 's avonds doen, ermee slapen en je zal merken dat de dag erna je voeten echt heel lekker zacht zijn. Zo, je hebt geen make-up remover meer in huis, dan kan je gewoon vaseline gebruiken. Pak een beetje vaseline, smeer het op je gezicht en je zal merken dat je make-up eraf gaat. Als je hebt in huis, kun je ook gewoon vaseline gebruiken. Pak een klein beetje vaseline en dan met zo'n wenkbrauwborsteltje kan je dan zo erdoorheen met je wenkbrauwen. En dan blijft je wenkbrauw beter zitten. Klinkt heel stom, maar je begrijpt wat ik bedoel. En als laatste, je kan ook vaseline gebruiken om je nagelriemen mee in te smeren. Heb je hele droge nagelriemen of zien ze er gewoon echt niet verzorgd uit? Dan kan je gewoon een beetje vaseline gebruiken in plaats van nagelriemolie. Oh, die werkt natuurlijk wel iets beter. Maar stel het allemaal, als je het niet in huis hebt, kan je gewoon vaseline gebruiken. Zoals je ziet kun je echt onwijs veel met vaseline doen. Ik heb dus 10 dingen genoemd. Heb jij zelf nog een tip wat je kan doen met vaseline die de meeste mensen niet weten? Laat het me in de achter in de reacties. Vergeet geen duimpje omhoog doen als je de video leuk vond. Te abonneren op Fem. En dan zie ik volgende keer weer. Bedankt voor het kijken. Doei! Hoi! Leuk dat jullie weer kijken naar Fem. En vandaag hebben we de allereerste gast voor jullie. En het is Rutger van Veurtje.